Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Namens uw kerk zijn er de volgende afkondigingen. Allereerst de diensten vanavond om 6:15 op Dominica Klopstra voor te gaan. Zal een voorbereiding zijn op het houden heilig avondmaal. Volgende week zondag de morgendienst om 9:30. Dan hoopt dominee Klopstra voor te gaan en zal een bediening zijn van het heilig avondmaal. En om 14:00 smiddags hoopt eveneens dominee Klopstra voor te gaan in de dienst van dankzegging en nabetrachting op het gehouden heilig avondmaal. Dat is om 14:00, omdat de kerk volgende week vanwege eeuwigheid zondag 's avonds in gebruik is door de evangelisch-lutherse gemeente. Is er dan een middagdienst, daar is dan ook geen zondagschool. Collectes worden bij de uitgang gehouden. Daar staat een standaard met 3 collectezakken met de volgende bestemming: diaconie, kerkvoogdij en de collecte voor de instandhouding van de eredienst. Catechisatie op Deovolente maandag en woensdagavond is er weer catechisatie. Avondmaalskring Deovolente morgenavond is er een uur van bezinning op de viering van het heilig avondmaal. U kunt hiervoor hoofdstuk 15 voorbereiden. De avond wordt gehouden in de vergaderzaal van de Lutherse kerk en begint rond 8:00. Inloopochtend, Deovolente woensdag aanstaande, is er weer een inloopochtend. U bent van harte welkom tussen 9:00 en 12:00 aan de Koenderse weg 1 in Oosterwijk. Vrouwenvereniging Hanna, tot slot, Deovolente donderdag aanstaande is weer een bijeenkomst van de vrouwen van de gemeente. Hoofdstuk 1 van het nieuwe boekje is aan de beurt. Aanvang 8:00. Hartelijk welkom aan de Koenderseweg 1 in Oosterwijk. Tot zover deze afkondigingen. We willen samen gaan zingen van Psalm 42, het eerste vers. Psalm 42 vers 1, het hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Eerste vers van Psalm 42. Thank you.
Stellen we ons thans onder de tucht en onder de beloftenis van de heilige wet des Heren. Dan zingen wij aansluitend van Psalm 51, het vijfde vers. Psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Vijfde vers van Psalm 51. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
heilig en onfeilbaar woord komt tot ons uit het boek der psalmen. Wel psalm 42, psalm 42. Dan luidt het heilig en onfeilbaar woord des Heren als volgt. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs, dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Ik gedenk daaraan. Stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Zijt onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezicht. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergt. De afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis uwer watergoot, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Wat buigt gij u neder? O mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Tot zover onze schriftlezing. Woorden ter prediking vindt u in het bijzonder in het derde vers van deze psalm. De dichter zegt: mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan? Voor Gods aangezicht verschijnen? Zoeken samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, in uw goedheid, in uw trouw, brengt u ons als gemeente aan de morgen van deze nieuwe eerste dag van de week weer samen. Samen op deze plaats van gebed. En even zo goed brengt u ons samen als in deze ogenblik. Van huis uit of misschien nog wel ergens anders vandaan.
met deze plek verbonden zijn. En meeluisteren. Mede betrokken zijn. En heren, dat hebben wij allemaal nodig. Veel meer dan dat wij dikwijls beseffen, hebben wij dat nodig, dat u ons erbij betrekt. Wij die zo vaak zo ver weg zijn. Zo ver bij u vandaan zijn. Wij die zo thuis kunnen zijn. In een wereld buiten u. En zonder u. Wij die daarmee aan de dag leggen. Dat wij kinderen zijn van die eerste mens Adam. Die tegen u in opstand kwam. Door met u te breken. Door ruimte te geven, plaats te geven aan de woorden van die oude slang. Die uw goedheid, uw welwillendheid, uw trouw, uw zorg in twijfel trok, ter discussie stelde. Waar het begonnen is. Met waar is uw God? Waar is zijn leiding? Waar is zijn zorg? Waar is zijn trouw? En er in ons hart ruimte kwam om u verdacht te maken. Heren, wij moeten belijden dat het in ons leven zo vaak zo is en van nature altijd, maar ook na ontvangen genade zo vaak zo is. Dat wij niet zingen, één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Maar wij met de wereld buiten u precies het tegenovergestelde zeggen. 1000 dagen elders zijn veel malen beter dan 1 dag in uw huis. Heren, geef u ons. Niet alleen een schuldverslagen hart, maar juist zulk een schuldverslagen hart, dat het daarom niet in de wereld meer kan vinden. Dat niet verdiend heeft dat u zich over ons zou ontfermen. En dat toch niet weg kan blijven bij de plek van de bediening der verzoening. Daar waar dat altaar laat zien dat wij de dood verdiend hebben. Dat elke zonde, elke onreinheid, elke ongerechtigheid ons waard maakt dat u niet alleen uw aangezicht voor ons zou verbergen, maar dat u ons voor eeuwig voorbij zou gaan. Maar waar dat altaar tegelijkertijd laat zien, uw grondeloze barmhartigheid, dat u zorg draagt voor een offer. Dat u zorg draagt. Voor een weg ter ontkoming. Dat u zorg draagt voor een weg van verzoening. Dat er in dat bloed van uw lief kind, de Heer Jezus Christus, een volkomen verzoening is. Een wegname van alle schuld en meer nog. Een herstel van die gemeenschap met u. Een herstel van dat wat er in het paradijs verloren ging. Op een zodanige manier dat het alles overtreft. Dat inderdaad 1 dag in uw voorhoven, al zou het er nou eentje zijn. Maar het smaakt altijd naar meer. Beter is dan 1000, waar dan ook. Omdat wij een thuis zouden hebben. Bij u, Heer. Een thuis zouden hebben. In de dienst van u. Opdat het in een uur als deze, op een plek als deze, gaan zou. Niet om allerlei bijkomstigheden aan de buitenkant, heren, dat die allemaal weg mogen vallen, achter de horizon mogen verdwijnen. Maar dat het zou gaan om u alleen, heren.
om wie u bent, als u er maar bent, dan is het goed. Dan mogen al die andere dingen wegvallen, wegsmelten, als u er maar bent. In uw lief kind, de Heer Jezus Christus, die fontein van dat levende water. Heer, breidt u dan uw vleugelen genadig over ons uit. Gedenk u, Heer, ook in alle dingen die wij aan zorg kunnen hebben meegedragen, of waarmee wij thuis of waar dan ook meeluisterend bezet kunnen zijn. Zorgen van lichamelijke en misschien ook wel van psychische aard. Zorgen van misschien nog totaal andere aard. Alle dingen, Heer, die er gaande zijn in de maatschappij, in ons land, onder ons volk. De dingen die ons echt grote zorgen kunnen baren. Die 's nachts de slaap kunnen wegnemen. Die ons doen rekenen, eindeloos kunnen doen rekenen met rekensommetjes. Waarvan we de uitkomst niet meer kunnen overzien. Heer, geef u ook onder elkaar oog en oor en hart voor elkaar. En geef u ook in het midden van de gemeente iets van wat daar was in die eerste gemeente daar. In Jeruzalem, en zij hadden alle dingen gemeen. Niemand zeide dat iets het zijne was. Want er komen alle dingen bij u vandaan, Heer, en dat maakt ook mededeelzaam naar elkaar in hartelijke liefde en hartelijke verbondenheid. Zoals de ene hand de andere helpt zonder er iets voor terug te verlangen. Heer, want waar liefde woont, dat is ook vandaag de dag nog waar. En niet minder waar dan wanneer het ook ooit waar is geweest, dat waar liefde woont, u, de Heer, uw zegen wil gebieden. En die zegen is bepaald niet klein. Die zegen is dat u daar zelf wil wonen. Kunt wonen ook. Maar ook wilt wonen. En daar wordt uw heil verkregen. En dat is niet voor een paar minuten of een paar uur of een dag of wat. Of een maand of wat. Maar leven tot in eeuwigheid. Heer, gedenk u ook in verdriet. In rouw. In eenzaamheid. In alle dingen, Heer. De bitterheden van dit leven. De wonden, de diepe wonden. Zien de wonden door jaren heen. Maar ook wonden die er kunnen zijn als we nog jong zijn. Dingen die wij van elkaar misschien weten, misschien. Maar ook dingen die wij van elkaar niet weten. Die we stilletjes weg voor onszelf verborgen houden in ons hart. Maar die u wel weet en die u wel ziet, Heer. En wij leggen met elkaar en voor elkaar die dingen voor uw heilig aangezicht neer. En wij bidden u dat u daar dwars doorheen zelf uw weg zou willen geven, uw weg, Heer, die is altijd goed. En dan zorgt u zelf, omdat wij leren zouden en erachter zouden mogen komen hoe rijk dat is om uit uw hand te leven. Om misschien met allerlei omstandigheden beschaamd uit te komen. Maar één ding te weten, dat we met u niet en nooit en dan ook echt nooit beschaamd uit zullen komen. Breid u dan in alle opzichten, Heer, uw vleugelen over ons uit. En dat niet om iets in ons, Heer, dat is er echt niet. Maar dat hoeft ook niet. Omdat er aan uw rechterhand één is. Die grote hoge priester. Wiens offer een genoegzame grond geeft voor de verhoring. Van welk gebed dan ook, hoor u ons dan, verhoor u ons dan. Om zijnentwil. Uit genade. Amen. We willen samen zingen van Psalm 42, het tweede, derde en vijfde vers. Psalm 42, vers 2. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht. Vers 3. O mijn ziel. Wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Vers 5, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die staags zijn gunst gebiedt. 2, 3 en 5 van Psalm 42.
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Gemeente, zingen. Psalm zingen. Ik denk wel eens, en misschien zit ik er wel helemaal naast. Misschien onderschatten wij wel de kracht van het psalmzingen, dat oude liedboek van de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, zou je haast kunnen zeggen. Dat psalmboek. Kijk, de vorst der duisternis, de overste van deze wereld, die heeft het liefst dat we niet zingen. Ik denk niet dat het te veel gezegd is. Hij haat psalmen zingen. Dat kan hij niet tegen. En daarom juist geeft de Heere in zijn goedheid deze psalmen, opdat ze gezongen zouden worden. Waarom leren we onze kinderen en waarom hebben we ook zelf toen we jong waren de zegen gehad om de psalmen te leren, van buiten uit je hoofd te leren? Opdat we, zelfs al zou je dat psalmboekje niet binnen hand bereiken, opdat wij zingen zouden. Juist in dagen van aanvechting, juist in dagen van strijd, zingen zouden. De kracht van het zingen. En een bijzondere plek, zonder welke psalm dan ook tekort te doen, een bijzondere plek te midden van de psalmen heeft wel deze 42e psalm. Samen trouwens met psalm 43. U weet wel, dat is een soort tweelingpsalm. Twee psalmen die bij elkaar horen, die je niet los van elkaar mag maken. Maar dat even terzijde. Zingen. Zingen. Terwijl het donker is van rondom. We gaan er zo nog wel dieper op in. Zingen van het verlangen naar God. Mijn ziel dorst naar God. Naar die God die de dichter hier de levende God noemt. Je kunt dat hebben, hè? En we begrijpen elkaar, denk ik. Je kunt verlangen naar die of naar die. Ik zou, zegt iemand, denkt iemand, voelt iemand, ik zou zo graag die en die persoon nog even diep in de ogen kunnen kijken. Dan is een scheiding gekomen. En doet pijn. En ik zou het zo heel graag willen bijleggen. En ik zou het zo heel graag willen toelichten. En ik zou... Het lijkt zo ver weg. Ik zou nog zo heel graag... Mijn moeder, mijn vader of die... Mijn man, mijn vrouw... Onze jongen, ons meisje die ons voorging. Even in de ogen kijken. Even dit, dat zeggen. Verlangen. Laat elkaar, en dan kom ik naast u zitten, dat weet u wel. Laat elkaar eens die vraag stellen, naar wie verlangen wij? Gewoon even stilletjes weg voor onszelf. Wie verlangen we nou? We kunnen best allemaal antwoord op geven.
in de dichter van deze psalm. Ongetwijfeld heeft hij ook zo zijn verlangens gehad. En toch, als het er echt over gaat, te midden van de omstandigheden waarin hij verkeert, verlangt hij slechts naar één. De Heere. Verlangt hij slechts naar één plek. Gods huis. Is hij op deze aarde slechts op één plek echt thuis? In het huis van de Heer. Eén plek. Kijk, wat is een thuis? Tuurlijk. Dat snapt elk kind en dat begrijpt elk kind. Dat hoef je niet uit te leggen. Dat is misschien meer aan te voelen dan in woorden uit te drukken. Waar jouw mama is, waar jouw papa is, dat is jouw thuis. Waarom is dat jouw thuis? Nou, daar hoef je niet stoer te doen, daar hoef je niet groot te houden, daar hoef je niet de schijn op te houden, daar hoef je niet de slimme jongen te zijn, of de handige jongen, of het slimme meisje, of nou vul maar in, daar hoef je niet de dominee te zijn, of een ouderling, of de diaken, of het gemeentelid, de avondmaalganger. Ik mag natuurlijk niet vooruit treden op voorbereiding, dat bedoel ik ook niet, maar daar hoef je niets te zijn dan wie je bent. Dan wie je bent. Dan wie je bent als zondaar. Dan wie je bent als mislukkeling. Dan wie je bent als iemand die overal in tekort schiet. Dan wie je bent als iemand die in alles faalt. Dan wie je bent, vul maar in. Want daar komt alles van die andere kant. Thuis hoef je niet de schijn op te houden. Mag je zelf zijn. Thuis. Thuis. Ziet u het verschil? Zien wij het verschil? Voelen we het verschil? In de wereld zonder God, de wereld buiten God. Dan moet je altijd de schijn ophouden. Dan moet je iemand zijn, moet erbij horen. Er wordt gevochten voor het eigen ik. Er wordt gevochten voor het eigen gelijk. Er wordt gevochten voor de eigen zaak. Gaat om dat wat ik verlang, dat wat ik behoef, dat waar ik naar dorst, dat waar ik naar honger, dat waar ik niet buiten kan. Onverzadigbaar. Dat is de wereld. Dat is het machtsbereik van die oude slang, dat is het machtsbereik van de vorst der duisternis, die ons voor ogen spiegelde. Dat het ons in zijn dienst allemaal goed zou gaan. Maar het einde daarvan is de dood. Dat vertelt die oude slang er niet bij. Het einde daarvan is de eeuwige dood. Dan ben je aan jezelf overgelaten. Dan sta je straks moederziel alleen in dat gericht van God. En dat andere, het is mij goed nabij God te zijn. U zegt, of een jongen of een meisje onder ons zegt, wat is mij goed nabij God te zijn. Dominee, dat was in het paradijs zo. Toen waren wij heel dicht bij God. Ik moest er net aan denken, toen we samen
En misschien heb je er ook al aan gedacht. En misschien heb jij er ook al aan gedacht toen we samen de heilige wet van de Heere lazen. En ook dat tegenkwamen dat de Heere op die zevende dag rustte. Rust. Dat is een rustdag. En rusten, dat kan een kind vanmorgen vertellen, want dat is helemaal niet ingewikkeld. Rusten, dat is niet een dag om te luieren of zo. Ik bedoel, onze kinderen die er hier zijn vanmorgen, die weten heel goed, de zondag is niet om extra lang uit te slapen of zo. Ja, tenzij dat je elke ochtend om 4 uur of 4:30 opstaat, dan is het een ander verhaal. Dan kun je iets langer blijven liggen, maar dat is niet om lang op je bed te blijven liggen. Niet om vooral niks te doen. Nee, dominee, natuurlijk niet. De zondag is om naar Gods huis te gaan. Om naar de kerk te gaan. Om daar te zijn waar Gods woord open gaat. Waar God door zijn woord spreekt. Dat weet u toch wel, dominee? Ja, dat weet ik wel. Dat weten we samen wel. Rusten. Die zevende dag. Die zevende dag in het paradijs, toen was de Heere met één ding bezig, met eerbied gesproken, heel nabij Adam en Eva te zijn. En omgekeerd, Adam en Eva heel nabij de Heere te zijn. En nou de sprong naar onze psalm, naar het huis van de Heere. Dat is de plek van zijn rust. Dat huis van de Heer. Hier zal ik rusten. Hier is er een plek, met eerbied gesproken, waar ik met niets anders bezig ben, met dat nabij een mensenkind te zijn. En die mens, die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, die mag op die plek nabij mij zijn. Nabij mij zijn, heel dicht bij mij zijn. Maar dominee, zegt het meisje, dominee, dat betekent eigenlijk dat die tempel iets heeft van het paradijs. Ja, die tempel heeft inderdaad iets van het paradijs. Niet iets, alles van het paradijs. Ik ga je voorzichtig zeggen. Ik zei straks psalm 43. Die tweelingpsalm die bij psalm 42 hoort. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. En dan zeggen we heel vaak, dat gaat over de eeuwigheid. Dat gaat over zalig sterven. Zonde voor eeuwig achter je laten. En ingaan in de vreugde des Heren. Dat gaat over de hemel. En ik wil niet zeggen dat het ook daarover gaat. Maar als we het slechts daarop betrekken, dan verliezen we iets heel wezenlijks. Dan verliezen we iets troostrijks dat God in dit leven ons wil geven. Op de plek waar Hij wil wonen in de dienst der verzoening. Dat huis van Hem. Ja, deze wereld is bezet gebied. Bezet gebied. Maar er is vanuit de hemel een bruggenhoofd, een bolwerk, een plek waar Hij laat zien dat Hij bezig is de dingen te herstellen. Een plek ook op deze aarde in de dienst der verzoening, een plek waar Hij laat zien dat Hij regeert, dat Hij zijn almacht toont, een plek die heel de helmacht niet weg kan nemen. Die heel de helmacht niet kan vernielen, niet kan vernietigen. Daar staat Hij zelf voor in.
Een plek waar de hemel de aarde raakt. Dat is dat huis van de Heer. Dat is die plek waar een zondaar kan en mag verschijnen voor het aangezicht van de Heer. Dat is die plek waar de dichter naar dorst. Dat is die plek waar hij thuis is. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan? Ingaan op die plek voor Gods aangezicht verschijnen. Hebben ze een jongetje, zo'n meisje. En het zal overal wel hetzelfde zijn, ook hier. Weet je, dan heb je, noem maar iets, hè. Misschien is gisteren nog wel gebeurd. Nee, toch slotte geen school op zaterdag. Met wat buurkindertjes aan het spelen geweest. Of misschien met je broertjes en zusjes aan het spelen geweest, buiten, op het erf of zo. En toen ineens, bom, gevallen. Spel over, nou ja, voor jou is het over. En dan. Wat zegt dat meisje, wat zegt die jongen? Ik ga naar mama toe. Wat doet het kind? Die rent zo snel als die beentjes het kunnen dragen naar huis. Hoe gaat dat dan? Dan weet ik natuurlijk niet hoe jullie huis eruit ziet. Dat hoef ik ook in die zin niet te weten, maar het komt toch altijd wel ongeveer op hetzelfde neer. Hoe gaat dat dan? Dan kom je achter binnen door de achterdeur. Dan roep je, mama! Mama! Ja, mama is meestal niet in de bijkeuken of in het halletje bij de achterdeur. Kan, maar het hoeft niet, meestal niet. Zeker niet als je net zomaar binnenkomt stuiteren. Wat doe je dan? Denk je, nou ja, mama heeft het misschien gehoord of misschien niet gehoord. Nou, daar kun je toch niks aan veranderen, dus ik ga maar weer naar buiten. Nou, dominee, dan heb je echt geen verdriet, dan heb je geen pijn als je dan zo weer naar buiten. Precies. Dus wat doe je dan? Je loopt naar binnen. Je vergeet die schoentjes of die laarsjes of die klompjes of weet ik veel wat uit te doen. Je loopt naar binnen. Keuken in. Mama. Kamer in. Mama. Mama. Met die vieze schoentjes de trap op naar boven. Mama. En misschien nog wel een verdieping hoger. Mama. Wat is er, mijn kind? Wat is er? Kom eens hier. Of zegt jouw mama dan, ho, jij loopt hier met je vieze laarsjes, jij loopt hier met je vieze schoentjes, wat denk je? Nee hoor, dominee, dat zegt mijn mama niet. Dat dacht ik ook. Dat komt straks wel. Maar eerst zegt mama, wat is er? Maar waar gaat het nou om? Hoe roepen wij tot de Heere? En ik kom naast u zitten, hè? Is het niet heel vaak zo, wat dat kind niet doet, die stopt niet bij de achterdeur als mama het niet hoort. Of dat mama het misschien zeker wel niet hoort. Eén keer geroepen, klaar. Doen wij dat in ons bidden, ons roepen tot de Heere, niet vaak juist wel. Dan roepen we één keer of twee keer of drie keer. Ja, de Heer hoort of hoort niet. En dan kunnen we nog, een vroom smoesje aan ophangen en zeggen, ja, maar de Heer is natuurlijk niet verplicht om te horen. Of de Heer verhoort op zijn eigen tijd en op zijn eigen manier. En dat is allemaal waar. Maar we doen iets anders dan dat kind dat doorloopt. Dat geen rust kan vinden voordat het mama in de ogen heeft gekeken. En mama haar meisje, haar jongen in de ogen heeft gekeken. Voordat het verschijnt, dat moeilijke woord hier, voordat het verschijnt voor het aangezicht van mama. Letterlijk, oog in oog, van heel dichtbij. Want dat wordt met verschijnen bedoeld.
oog in oog. Van heel dichtbij. Daar waar alles eromheen er niet toe doet. Maar waar het erom gaat dat God er is. En dat ik heel dicht bij God ben. Zoals dat meisje heel dicht bij mama is en mama het tegen zich aantrekt. Dat jongetje heel dicht bij mama is en mama het tegen zich aantrekt. En misschien ogenschijnlijk niks is opgelost en toch alles is opgelost, want mama is er. En die zal voor alles zorgen, hoe dan ook, dat hoef ik allemaal niet te weten. Dat maakt me eigenlijk ook niet druk om als kind. Mama zal ervoor zorgen. Al heb ik een gebroken been, mama zal ervoor zorgen. Mama weet raad. Verschijnen voor Gods aangezicht. Die tegenwoordigheid van de Heer. Moeten wij met schuld misschien niet erkennen en belijden. Wij allemaal. We zeggen, ja, maar het is een geestelijke werkelijkheid, hè? Geestelijke werkelijkheid. God is een geest en wij zijn mens van vlees en bloed. Dus dat moet je allemaal overdrachtelijk zien. Ja? God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij. Dat moet je niet letterlijk nemen. Moet je niet letterlijk nemen. Stel je voor, hè? Dat ik nu tegen u zou zeggen, of tegen jou zou zeggen, van mijn vrouw is nu aan mijn zij. Huh? Dan heb je een handige jongen, een slimme jongen, die zegt, dominee, als zij echt aan uw zij staat, nu op dit preeksel, hè, nu op dit moment, raak haar dan maar eens aan, want u staat gewoon glashard te liegen, wat is er niet? En je hebt gelijk. Ze is er niet. Niet hier op de preeksel, en zelfs niet hier in de kerk. Maar als het gaat om de Heer, hè? Ja, God was aan mijn zij. Ja, dat God weet heeft van mij, dan wordt het allemaal wollig, dan wordt het vaag, dan wordt het ingewikkeld. Dan maken we het ingewikkeld. Omdat wij roepen op de mat van de achterdeur. En als God niet direct hoort, ja, dan is dat zo. Dan zijn we net als Saul. Dan heb je dat leger van de Filistijn, dat is gewoon heel concreet. En die dominee, nou ja, dat is dan geen dominee, maar zelfs meer dan dat, zou je kunnen zeggen. Die profeet, die richter, Samuel, ja, die is laat. Dominee, die is er niet. We moeten toch wat, we moeten die kerkdienst beginnen, zegt de kerkenraad. Dus, ja. Ja. Blijft die man nou? We gaan toch maar beginnen. Dat doet Saul, we gaan toch maar beginnen. Samuel is er niet. We gaan toch maar beginnen. God is er niet. We moeten toch wat, want zonder leger begin ik niks. Hoort dit? Zonder leger begin ik niks. Niet zonder God begin ik niets. Zonder God sta ik machteloos. Nee, zonder leger sta ik machteloos. Maar hier in deze psalm ligt het andersom. Zonder God sta ik machteloos. En hij verlangt één ding. Nabij God te zijn. Eén ding. Met de Heere te verkeren zoals dat was in het paradijs. Eén ding, thuis te zijn bij de Heere, in dat huis van de Heere. Dat heiligdom van de Heere. Die plek van de dienst der verzoening. Die plek waar die offers worden gebracht. Die plek waar dat bloed vloeit, waar God er zelf voor zorg draagt, dat die zondaar, die zijn eigen eer en naam niet meer kan hooghouden, die zichzelf niet kan en durft en wil rechtvaardigen,
leven ontvangt. Omdat iets anders, iemand anders, want daar wijst toch elk offer heen, iemand anders, zijn eigen zoon, in de dood gaat, zijn leven aflegt, zichzelf prijsgeeft, opdat wij leven zouden door hem. In die zin, de God des levens, de levende God. Levende God, dat is niet zozeer van die God die leeft in tegenstelling tot een dode God. Maar levende God, dat is die God in de gemeenschap met wie echt leven te verkrijgen is. Dat is de levende God. Dat is de God bij wie heel concreet en heel letterlijk in die dienst der verzoening die fontein van dat levende water er is. En die ons doet drinken uit die fontein. Die ons doet proeven zijn goedheid. Die ons doet delen in zijn zorg. Naar ziel en lichaam voor tijd en eeuwigheid in alle opzichten. De levende God. Maar het gaat toch allemaal verkeerd? Het gaat toch allemaal verkeerd? Het gaat toch in de wereld ook verkeerd? Gaat toch in de wereld ook verkeerd? De wereld in het groot. Je eigen leefwereld in het klein. Uw golven, uw baren zijn over mij heen gegaan. En heb je van die mensen? In de kerk, buiten de kerk. En waar is uw God? Niet waar is God? Die vraag wordt natuurlijk ook gesteld. God bestaat helemaal niet. Maar waar is die God in wie jij, in wie u geroemd hebt? Wiens naam u verheven hebt? Van wie uw hart vervuld was? Omdat hij onuitsprekelijk goed is, omdat hij zijn trouwe zorg u bewees. Waar is nu die God? Zie je nou wel? Zie je nou wel? Dat waren lege woorden. Zie je nou wel? Hij is er helemaal niet. Zie je nou wel? Dat was slechts een fata morgana. Een luchtspiegeling. Het is niet echt. God is er helemaal niet. Maar voor wie God kent, snijdt dat meer dan wat dan ook door de ziel heen. Een doodsteek in mijn beenderen. Doe pijn. Doe bitter pijn. En nou de keerzijde. De keerzijde. Juist die pijn maakt te meer dat verlangen wakker. De Heere. Juist die pijn maakt te meer dat verlangen wakker. Naar dat huis van de Heere. Juist die pijn doet ons te meer zien dat het bij onszelf niet te vinden is. En dat het bij anderen niet te vinden is. En dat het in de wereld niet te vinden is. En dat we het van de grootmachten van deze wereld niet te verwachten hebben. Maar dat het alleen bij de Heere te krijgen is. Bij de levende God. Bij de levende God. Dat niet de Europese Unie en dat niet Den Haag en dat niet de NAVO ons gaan redden. Of noem maar wat dan ook wat u wilt op.
Maar dat er maar één plek is waar wij echt kunnen schuilen. En dat er maar één is wiens Gods regering, maar dan ook echt Gods regering, over alle dingen heen zich uitstrekt. Dat er maar één is die werkelijk in elk opzicht het goede met ons voor heeft. Je zegt, ik zie het niet meer zitten, ik weet echt niet hoe het moet. En dominee, misschien mag ik dat helemaal niet zeggen, want in de kerk gaat het over geestelijke, en ja, dat gaat ook over geestelijke dingen. Maar wel in de context, in de omstandigheden van het alledaagse leven. Zeg, ik weet echt niet hoe ik de eindjes aan elkaar moet knopen. En weet je hoe dat gaat? Ik zeg maar even heel simpel. Weet je hoe dat dan gaat? Ze zeggen, ja, luister eens. Mijn gezinnetje kan het nou niet meer betalen. Maar, ja, 2 jaar geleden hebben ze nog een mooie auto gekocht. Ah, het was geen nieuwe, dat geeft niet, maar het zag er toch netjes uit. Dat was tweedehands. Maar toch keurig. Maar als ze toen dat toch even hadden nagedacht en dat geld toen niet hadden uitgegeven, hadden ze nu nog een appeltje voor de dorst gehad. Maar wat bedoel ik eigenlijk? Ik bedoel eigenlijk. Ja, luister eens, dat hun nu een probleem hebben, dat is hun probleem. Niet het mijne. Niet het mijne. Weet je, ik kan alles voor een ander altijd keurig netjes berekenen. Voor mezelf is dat wat lastig, maar voor een ander kan ik het allemaal prima berekenen en beredeneren. Ik weet precies wat een ander allemaal fout doet. Zelf doe ik nooit wat fout. Maar een ander gaat mank aan alle kanten. Zo werkt het toch? Dat harteloze. Dat liefdeloze. Dat vertrappen. Dat is iets heel anders dan dat de ene hand de andere helpt. Of zegt, als u ene hand iets moet oplichten wat te zwaar is, zegt uw linkerhand, ja, wacht eens even, ja, dat gezeur van jou altijd. Prima joh, weet je, schrijf me een brief in drievoud. Dan zullen we er eens over na gaan denken. Doorlooptijd van 6 weken, dan hoor je wel of ik je nog een keer kom helpen. Ja, dan hoeft het ook niet meer. Nee, natuurlijk niet, dat is onzin, dom. Precies. Die ene hand die helpt als vanzelf die andere hand. Daarvoor is die gemaakt. Door de schepper van alle dingen. Eens over nadenken. Zodat die ene hand als vanzelf die andere gaat helpen. En die dient geen nota in, geen factuur van ik krijg zoveel, voor zoveel uren zoveel geld. Inclusief btw, ik moet ook netjes wat afdragen natuurlijk. Dat gaat vanzelf. Maar zo dient het ook als vanzelf te gaan in een christelijke gemeente. Dat de ene hand de ander helpt. Opdat waar liefde woont, de Heere, de zegen gebiedt, daar woont Hij zelf. Ziet u, daar heeft Hij zijn huis. Daar trekt Hij in. Daar wil Hij niet alleen wonen, daar woont Hij ook. En daar gebiedt Hij zijn zegen. En dat is leven. Ziet u, de levende God, dat is leven. Naar ziel en lichaam voor tijd en eeuwigheid. Dat is de beste plek. Dat huis waar de hemel de aarde raakt. Laten we nog eens iets anders ervan zeggen. Maar misschien zegt u wel en misschien zeg jij wel. Maar de Heer Jezus die heeft het op een gegeven moment over de tempel van zijn lichaam. Hoe zit dat dan? De tempel als de plek waar de hemel de aarde raakt. En daarvoor de tabernakel, maar dat weet u wel. De tempel als de plek waar de hemel de aarde raakt. Hoe zit dat dan? Laten we 1 ding op voorhand zeggen. Als de Heer Jezus zegt, breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde weder oprichten. Dan is het niet heel apart als de Joden in hun geestelijk onverstand, in hun geestelijke blindheid denken aan dat gebouw van de tempel. Ja? Dat valt onder, zij weten niet wat ze doen. Ze begrijpen het niet. Blind als ze zijn,
voor dat wat God bezig is te doen. En dus, als de Heer Jezus dat betrekt op zijn lichaam, wordt dat bestempeld als een soort, met eerbied gesproken, een slimme truc om ergens onderuit te komen. Ik bedoelde niet dit, maar ik bedoelde dat. Maar heb je het over een kerk, dan denk je aan een kerkgebouw, bijvoorbeeld. Als je zegt, ja, ik ga de kerk afbreken, dan denkt u niet van, oh, die dominee heeft het over zijn lichaam of zo. Nee, dan denk je gewoon over concreet dat gebouw. Dan denk je, dominee, waar ga je aan beginnen? Laat dat ding alsjeblieft staan, want we zijn er blij mee. Breek deze tempel. En dan denkt iedereen in Jeruzalem aan die tempel die daar staat. Maar als ergens de hemel de aarde raakt, als ergens Immanuel is, God met ons, dan is dat heel concreet in de Heer Jezus Christus, in de Zoon van God, die ons vlees en bloed heeft aangenomen. Daar, juist daar. En als dat ergens heel concreet werkelijkheid wordt, is het daar op Golgotha. Waar hij zichzelf tot een volkomen rantsoen, tot een volkomen betaling, tot een volkomen losprijs geeft zijn leven. Opdat zondaren die de dood verdiend hebben, leven zouden door hem. Welk leven? Niet maar dat ik een leven krijg voor mezelf, maar dat ik teruggebracht zou worden in de gemeenschap met God, nabij God te zijn. Als dat ergens mogelijk is, is dat op Golgotha in de Heer Jezus Christus. Als dat ergens volle ruimte en volle rijkdom krijgt, is het daar op Golgotha in dat offer van de Heer Jezus Christus. Als het ergens mogelijk is, heel dicht voor het aangezicht van de Heer te verschijnen, als zondaar, als zondares, als jongen, als meisje, als man, als vrouw, als gemeentelid, als ambtsdrager, wie we nou ook zijn, hier of thuis, als u van huis uit meeluistert. Als het ergens mogelijk is, om voor Gods aangezicht te verschijnen, heel dicht bij God te zijn, te schuilen onder de schaduw van Gods vleugelen, dan is dat in de Heer Jezus Christus, wiens bloed reinigt van alle zonde, van alle zonde, alles wat ertussen staat uit de weg ruimt. Zodat als alles wat ertussen staat weg is, hij ons heel dicht brengt bij hem. Heel dicht bij hem, dichterbij kan niet. Wij proeven zouden de onuitsprekelijke goedheid van God in de Heer Jezus Christus. Hij ons tot God zou zijn. Hij ons aanneemt tot zijn eigen lieve kinderen. Een plek, hier reeds op aarde, een plek waar je je eigen stand niet hebt hoog te houden, want die ben je al lang kwijt. Waar je jezelf niet hebt groot te houden, want je bent zo diep gezonken. Maar waar hij zo oneindig laag neerkomt en ons genade bewijst en alles aanbrengt in de Heer Jezus Christus. En deze God voor ons geen onbekend God is. Niet een gedachte. Velen roemen in God. We kennen God niet. En daarom als het er echt op aankomt, als het echt nood wordt, dan vluchten we overal heen, behalve naar de Heer. En hier het tegenovergestelde. Al gaat alles ondersteboven. Mijn ziel dorst naar God. Dorsten. Naar de levende God. Dorsten daarnaar om voor Gods aangezicht te verschijnen. Daar binnen te gaan, daar thuis te zijn. Thuis bij de Heere. Te midden van het rumoer van de volken. Te midden van alles wat er gaande is. Thuis te zijn.
bij de Heer. Dorsten. Ik heb ze wel gezien, kindertjes. Op de vlucht. Matte oogjes. Dorst, dorst. Brandende hitte van de zon. Water. En dat meisje. Een volksmilitie. De wapen weglegt. En een fles met water pakt. En het kind op haar arm neemt. Tegen zich aantrekt. En dat water te drinken geeft. Water. Water. Dorst. Water. Of zijn wij anders? Ik denk, nou weet je, ik trek mijn portemonnee wel. De kind ziet er verdrietig uit. Kom, nou, het is nu zondag. Maar stel je voor, het is een vrijdag of een andere dag van de week. Kom, dat is een mooie speelgoedwinkel. Ik ga wat leuks voor jou. Kom, kom. Dan denkt dat kind ook, die kerel, die is toch niet wijs. Die is toch niet wijs. Wat moet ik nou met een mooie pop als meisje als ik van dorst sterven ga? Wat moet ik nou met een mooie auto? Denk die jongen, als ik nou van dorst ga sterven, moet ik er nou mee? Zie je, zo zijn wij als mensen bereid elkaar te bedriegen. Niet zeuren over water, niet zeuren over dorst naar de Heer. Denken we in de kerk, dan stop je een mooi cadeautje, een geestelijk cadeautje, doen we dan natuurlijk in de kerk, een geestelijk cadeautje. Want je hebt toch dit en je hebt toch dat en je krijgt toch dit en je krijgt toch dat. Ik moet de Heer hebben. Zegt dat meisje, ik moet de Heere hebben. Zegt die jongen, ik moet de Heere hebben en niemand anders dan de Heere hebben. Weet je wat de duivel zegt? Weet je, kom, dan gaan we iets anders doen. Dat zegt de duivel. En de Heere die zegt wat anders. Die zegt iets anders. Bij monden van de Heer Jezus Christus komt herwaarts tot mij. Die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Komt, koopt en eet, zegt hij. Zonder geld, zonder prijzen. Om niet. Brood, wijn. Melk. Drink dat water des levens, dat brood des levens. Om niet. Zoals die moeder. Dat meisje, haar meisje, haar meisje, haar jongen. Haar kind tegen zich aantrekt. Verkwikt. Dat begint met het feit dat die mama er is. Er is. Alle tijd heeft. Het werk uit handen laat vallen. Wat er altijd is. Er is. Zulk een God te hebben in de Heer Jezus Christus die er is. Die rust op die zevende dag. Er is. Voor die zondares. En daarom zo graag wil dat wij er ook zijn. Er ook zijn. Op die plek van die dienst ter verzoening er ook zijn. Dan kun je geen kerkdienst overslaan. Dan kun je geen bijeenkomst van de gemeente. Kunnen er trouwens dan nooit te veel zijn. Overslaan, ook in de week. Waar hij, door de dwaasheid van de prediking, die fontein van dat levende water, ons ontsluit, de Heer Jezus Christus, en ons verkwikken wil. Kom. Kom. Kom.
En hij doet dat hart waar alles op tegen is. Hunkeren, dorsten, naar hem alleen. Dan is er een thuis bij hem, daar waar hij is. Want daar waar hij is, daar is alles. En daar zorgt hij ook voor alles. Amen. Zoek samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heer, wij moeten belijden samen dat wij, als het gaat om die allerheiligste dingen, slechts kunnen stamelen. Want wie zal ooit in woorden kunnen vatten wat uw barmhartigheid precies is? Heere, wij proberen altijd het op een bepaalde manier te vatten, zoals wij overal rekensommetjes van maken. Zoals wij rekensommetjes kunnen maken met vruchten. 2 appels en 2 appels, dat zijn er 4. Maar dat wil niet zeggen dat we die appel geproefd hebben, want zodra we die appel gaan proeven, dan doet dat rekensommetje er eigenlijk niets meer toe. Want dat is nog niet eens een flauwe afspiegeling ervan. Maar zo proberen wij zo vaak zoveel geestelijke dingen in een formule samen te brengen. En die formule die kan nooit uitdrukken de volheid van de rijkdom van uw barmhartigheid in de Heer Jezus Christus. En Heer, daarom bidden wij om die geest der genade en der gebed die in uw waarheid leidt. Heer, dat uw licht en uw waarheid ons leiden. Ons leiden, uw licht onze ene hand vastpakken en uw waarheid onze andere hand vastpakken. En het ze ons brengen en wij er tussenin gaan. Zonder, als zonderes, als jongen, als meisje, als man, als vrouw, als gemeentelid, als ambtsdrager, wij er tussenin mogen gaan en u ons brengt daar waar dat altaar van u is. Daar waar dat bloed van de Heer Jezus Christus is dat reinigt van alle zonden. Daar waar de vergeving gesmaakt wordt, waar u alles uit de weg ruimt wat tussen u en ons instaat aan schuld, aan vuilheid, aan onreinheid. Waar u zo heel dicht bij u brengt en waar wij thuis mogen komen in dit leven reeds. En wat zal het dan straks zijn, Heer? Wat zal het dan straks zijn? Als dit in dit leven al bij u te krijgen is, als er zulk een plek in deze wereld is, vol van strijd, van binnen en van buiten, in het klein en in het groot en op wereldformaat. Maar als u te midden van dat alles doet zien en ons doet uitstrekken naar de toekomst van u, die vast en zeker is. We één ding overhouden en daarmee alles overhouden. Dat het goed is om nabij u te zijn. En dat dat eigenlijk het beste is. Heere, breid u zo uw vleugel over ons uit. Breng u in uw genadige goedheid ons als gemeente. Ook aan de avond van deze dag samen. De uren van voorbereiding. Op als u het geeft, Heere. De andere week. De bediening van het sacrament. Dat uw lief kind niemand minder dan de Heer Jezus Christus zelf heeft ingesteld. Breid uw genadig uw vleugelen over ons uit. Uit genade om Jezus wil alleen. Amen. We willen samen tot slot zingen het tweede vers van Psalm 84. Psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. Tweede vers van Psalm 84.
Ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.